Hoi mensen van Gaming met Trofé. Vandaag weer een nieuwe Sims aflevering. Eindelijk, ik weet het. Allereerst wil ik jullie wel heel even bedanken voor alle support op het eerste deel. Massaal geliked, superveel leuke reacties. En ook wat feedback om het beter te maken. Dus daar heb ik op gelet en ik hoop dat jullie ervan genieten. Dus veel kijkplezier. Goedemorgen Laura. Heb jij een beetje lekker geslapen vandaag? Nee, totaal niet. Wat een kutdag. Ik heb liever gewoon zin om er heel de dag in mijn eigen bedje te liggen, ja? Dus weet je, dat ga ik gewoon doen. Laura, dat lijkt mij geen slim plan dat jij dit gaat doen. Nou, ik wel. Kom op, ga gewoon eruit. Niet doen, niet erheen lopen. Oh, oké, dan maar. Nou, wat vind jij dan moeten doen? Weer vissen zeker? Klopt, Laura. We zullen zeker weer moeten vissen. Ik neem aan dat je weer geld wilt. En daarmee kan je een huis bouwen. Dus kom op, we gaan. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik weet dat je er geen zin in hebt, Laura. Maar je zal toch weer moeten vissen. Dus ga erheen en doe je best. Ik ben al aan het lopen, ja? Dat zie ik, Laura. Ik zie dat je luistert naar mijn advies. En dat is heel fijn. Nou, zodra ik genoeg geld heb, dan dump ik je. Zo te merken ben je weer in een hele goede bui vandaag, Laura. Oeh, wie is dat? Daar wil ik wel een praatje mee maken. Nou, vooruit. Omdat ik zo aardig ben, zal ik kijken of hij alleen is en niet met een volwassene. En als die zonder volwassenen is, dan mag je met hem praten. En? Laat hem me dan weten dan. Ik ben aan het wachten hier. Helaas. Zo te zien is die met een volwassene. Dus moet je gewoon verder vissen. Nou, zie je wel. Deze dag kan gewoon niet kutter. Hij heeft er geen zin in. Hij wil niet met mij praten. Ik ben niet leuk genoeg. Ik zie er vies uit. Ik stink. Oh, deze dag kan gewoon niet kutter. Oh jawel, want je mag weer gaan graven. En dat is je favoriete hobby. Serieus, volgens mij doe je dit echt even expres of zo om mij nog erger te pesten vandaag. Dat is onzin. En daar heb ik geen behoefte aan. Je bent weer ontzettend drama queen-achtig aan het doen, Laura. En dat heeft gewoon geen nut. Ik vind van wel. Uiteindelijk zal je volwassen genoeg moeten zijn om het vieze werk te doen. Oké, ik hou wel op met zeuren. Goed zo, Laura. Luister naar mij. Echt, ik word zo moe van jou. Wat zei je daar, Laura? Niks. Helemaal niks. Ik hou je in de gaten. Wat is dat nou weer voor domme opmerking? Natuurlijk hou je me in de gaten. Daarvoor ben jij hier. Ik dacht gewoon heel eventjes dat je was vergeten dat ik hier ben om je te helpen, Laura. Ja, ik snap het nou wel. Laten we nou maar gewoon lekker lopen naar de tentjes toe en zo, want ik heb honger. En ondertussen, weet je, ik moet ook echt heel, heel nodig plassen. Dus kunnen we naar de wc? Hier is een wc, Laura. Ik zal je er naartoe sturen. Denk je dat het dan gaat lukken? Ja, natuurlijk. Ik ben toch een klein kind? Oké, Laura. Ondertussen moet je niet vergeten ook je handen te wassen. En ik denk dat het een slim plan is dat jij je tanden erbij poetst. Serieus, hè? Toen ik weggelopen was van huis was de bedoeling dat ik geen moeder meer had. Niet een tweede moeder. Is goed, Laura. Ik zal wel stil zijn en ondertussen de vissen verkopen die jij hebt gevangen. Misschien hebben we dan genoeg geld om wat te kopen. Weet je, dat is het eerste plan wat ik van je heb gehoord wat goed is vandaag. Halleluja! Met zo'n beide handen houding ga je er niet komen, Laura. Ik denk dat je toch eens wat volwassener zou moeten worden in je houding. Wil je ervan kunnen leven? Bla 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 bla. Ik heb helemaal geen zin in jou. Laat me gewoon met rust. Oké, Laura. Ah! Wat doe jij hier? Ga weg, viezerik! Oh, mijn god. Zag je dat? Ik heb het gezien, ja. Ik zag haar aankomen lopen. Maar aangezien jij met rust gelaten wou worden, heb ik aan je wensen voldaan. Ah, wat een godmens. Normaal hoor je gewoon niet zomaar een badkamer in te lopen. Rustig, Laura. Ruzie lost niks op. Ja, maar kijk dan, ze zit zich ongelooflijk als een krenk te gedragen tegen mij, terwijl zij degene is die fout zit. Want zij loopt mijn badkamer in. Voordat dit uit de hand loopt, ga ik jou weghalen hier, Laura. Dus ik denk dat het tijd is dat wij gewoon lekker ergens gaan eten. Kom maar mee. Echt, je hebt gelijk. Dat mens is niet eens met tijd waard. Hier is zelfs een hele mooie steen die je kan opgraven. En verder liggen er ook nog eens hotdogs. Een keer wat anders dan de gepofte aardappel die je niet lekker vindt. Eindelijk lekker eten. Oh, daar heb ik zo lang op gewacht. Zie je wel, een slechte dag kan zo positief worden als je maar goed zoekt. Eerlijk gezegd, boeit het me helemaal niet wat jij nu zegt. Ik ga lekker mijn hotdog eten. Hotdog, hotdog. Dok. En is die lekker, Laura? Ben je ervan aan het genieten? Hij is zo lekker! Oh mijn god, zo lekker! Ik ben blij dat je eindelijk iets lekkers hebt gegeten. Maar het is nu toch echt tijd om weer aan het werk te gaan en je vingers vies te maken. Oké, vooruit. Ik kan er wel weer tegenaan nu. Ik ben weer gelijk een stuk vrolijker door het eten. Fijn om te zien dat je weer vrolijk bent, Laura. Ik denk dat het tijd is dat je ondertussen weer naar huis gaat. Lekker. Je bedje op gaat zoeken. Dat vind ik nou eens een goed idee. Ik ben echt wel een beetje klaar met dit park en het begint al donker te worden.
Zo, Laura. Je bent eindelijk weer thuis en weer lekker op je plekje. Volgens mij begin je best wel moe te worden, of niet? Wat zeg je? Ik ben er. Ik zal wel een muurtje bouwen om je bed heen, zodat je wat meer privacy hebt. Ja, oké, dankjewel. Maar ik ga toch echt lekker slapen nu. Tot morgen. En heb je lekker geslapen, Laura, met een mooi muurtje om je heen? Nou, ik moet zeggen dat het best wel hielp, want er is een stuk minder wind, dus het is een stuk minder koud. Fijn dat je goed bent uitgeslapen. Nu is het tijd de stad in te gaan. Alleen als we eerst gaan eten, want ik heb honger. Er liggen gelukkig nog wat dingen op tafel, dus ik zou zeggen, pak dat en ga lekker eten. Ik moet zeggen dat het best wel lekker eten is, maar kan je niet eens iemand zoeken op waarmee je kan praten of zo? Want ik begin best wel eenzaam te worden. Niet dat ik echt eenzaam ben, maar gewoon, weet je wel? Vooruit, Laura. Ik zal voor jou eens gaan zoeken naar wat mensen waarmee je kan praten. Ik had liever gepraat met iemand die mijn leeftijd is. Maar ja, als hun de enige daar zijn, dan zal ik wel ruimtemonster voor ze spelen. Zo aardig ben ik nog wel. Dat vind ik inderdaad heel erg aardig van je, Laura. Waarom negeren ze mij? Ik ben toch hartstikke leuk om mee om te gaan? Misschien moet je wat aardiger doen. Ze doen helemaal niks. Ze negeren me. Ze doen alsof ik hier niet sta. Hallo? Als je nou wat vrolijker was en wat aardiger zou doen, dan zou het misschien werken, Laura. Daar heeft het niks mee te maken. Het gaat gewoon lukken. Hallo, Jochie. Hallo, hier ben ik. Hé, eindelijk praat ik tegen mij. Goed zo. Hij is geen baby meer, Laura. Ik denk dat hij het niet waardeert als jij op zijn hoofd aan het tikken bent. Wat een rotjoch. Ik heb er nou al geen zin meer in. Weet je wat? Ik ga wel weg. Nou, doei hè. Later. Laten we dan maar aan je hygiëne gaan werken. En je handen eens een keer wassen en je tanden poetsen. Dit heb je vandaag nog helemaal niet gedaan. Alsof iemand daar last van heeft. Even serieus, ik heb geen vrienden hier zo. Ik ben helemaal alleen. Dus het maakt toch niet uit of ik stink of niet. Ik denk dat het vooral jezelf zou moeten uitmaken of je stinkt of niet, Laura. Uiteindelijk wil je toch ook jezelf gewoon fris willen ruiken. Ik ga toch alweer stinken door al deze vissen. En heel dat vissen, ik word er een beetje moe van. Mag ik ophouden of moet ik eeuwig doorgaan hiermee? Helaas zou je ermee moeten doorgaan. Totdat jij jong volwassenen bent. Want dan mag je eindelijk een bijbaan. Stomme vissen. Nou, vooruit. Ik denk dat je lang genoeg bezig bent geweest en genoeg hebt verdiend. Laten we verder gaan. Eindelijk. Zo, we zijn aangekomen bij de sportschool. Lekker weer tijd om op te frissen. Zullen we gaan douchen? Wij niet, maar ik wel. Ben je weer een beetje sloom vandaag, Laura? Haha, wat ben jij weer grappig met je ben je weer een beetje sloom. Laat me gewoon genieten van het douchen, ja? Ik zeg alleen wat ik zie, Laura. En je liep gewoon heel erg langzaam. Ja, het is toch niet dat ik haast heb of zo. Het is niet dat ik naar school moet of naar werk of wat dan ook. Daar heb je dan wel weer een punt, Laura. Ik zeg, neem de tijd dan maar. Ik ga eerst alle viezigheid van me afhalen, hoor. Wat om mijn broek zit en wat zit om mijn schouder hier zo, gadver. Niet zo miepen, Laura. Ik denk dat het tijd is dat je gewoon lekker wat gaat eten. Want je wordt chagrijnig als je geen eten op hebt. Nou, en bedankt, hè. Maar oké, je hebt wel misschien een klein beetje gelijk. Klein beetje, zeg ik, hè. Fijn dat je dit inziet. Ga lekker eten, zodat we zometeen weer goed kunnen gaan graven voor spullen. Waarom kan je soms zo sloom praten? Ik vind je stem maar een beetje raar. Maar oké, we gaan wel graven. Geen probleem, ik ben al klaar met eten. Mijn stem is misschien langzaam, maar jouw lopen is net zo langzaam. Of misschien zelfs erger. Ja, en ondertussen ben ik wel het harde werk hier aan het doen. Ondertussen ben ik hier degene die alles een opgave is om geld te verdienen. Dus ik denk dat je niks te klagen hebt. Oh, Laura. Wat kan je toch weer heerlijk kinderachtig zijn. Wat kan je toch weer kinderachtig zijn. Dit bedoel ik dus. Maar oké, ga maar oogsten. Nu heb je wortels die je in de tuin kan doen bij je huis. En ondertussen kan je nog lekker verder graven. Ja, daar heb ik dus echt totaal geen zin in, hè? Ik denk dat het tijd is dat we een keer wat nieuws verzinnen. Denk jij ook niet? Lijkt me een slim plan. Dus doe maar wat. Zeg maar wat ik moet doen. Ja? Ik heb iets verzonnen wat jij kan doen. En dat is kikkers opgraven. Dat vind jij vast hartstikke leuk. Wat? Kikkers opgraven vind ik alleen nog maar erger. Waarom doe je nou niet eens een keer iets wat leuk is om te doen? Waarom moet het nou altijd zo stom zijn? Zo is het leven. Ik zou zeggen, ga lekker graven. Oké. Het is zo vies. Ook al is het vies, het is je wel gelukt.
Knap gedaan. Hiervoor krijg jij een applausje. Het klinkt echt alsof je echt super sarcastisch bent. Ik ben in ieder geval wel trots op mezelf. Wat jij ook vindt. Nou, na al het harde werk kan je lekker zitten. Ik ga eens kijken of hier wat tieners zijn om mee te praten. Oh mijn god, dat zou echt zo fijn zijn. Ik heb al zo lang niet met iemand gepraat. Helaas, niemand van jouw leeftijd is in deze sportschool te vinden. Oh, dit is niet leuk meer. Ik mis mijn vrienden. En ik mis zelfs mijn hondje. En ik mis ook mijn ouders. Zelfs mijn ouders. Ik vind het ook niet leuk om jou zo te zien, Laura. Dus ik heb een plan bedacht om jou je beter te laten voelen. Wat is het plan dan? Want ondertussen zit ik gewoon die stomme wortels te oogsten en voel ik me alsnog hartstikke kut. Het plan is dat jij eindelijk je mooie muren om jouw bed heen krijgt. Nu heb je echt eindelijk wat privacy. Iets wat je al een hele tijd wou. Oké, ik moet zeggen dat dat me wel ietsje opvrolijkt, want dat zocht ik echt al een hele tijd. Maar ik voel me alsnog niet helemaal geweldig. Dus ik denk dat het tijd is dat ik gewoon lekker naar bed ga. Slaap lekker, Laura. En morgen is een nieuwe dag. En dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Doe natuurlijk een like als dat zo is. Laat me reactie zien dat je het support. En natuurlijk in de reacties weer achterlaten wat je ervan vond. Wat wil jij de volgende keer zien? Wat moet Laura gaan doen? Laat het mij gewoon weten. Abonneer mij als je het niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Ciao!